Dit is dus de plaats. Dit is dus een voorbeeldje van hoe je kunt kijken naar meditatie. Meditatie is net als dat je in een bus rijdt van Bangkok naar Chiang Mai. En tijdens die route kom je van alles tegen. Ja, het moet een beetje creatief blijven. Maar het is heel belangrijk dat je tijdens de route van Bangkok naar Chiang Mai, dat je altijd dingen gadeslaat en er niet door wordt afgeleid. Daarmee bedoel ik dat je, als je elke dag mediteert, elke dag een beetje plaats geeft voor meditatie, elke dag wat tijd neemt voor meditatie, dat je zult ondervinden dat er een groei is. En Andy heeft het gisteren gehad over hoe je vast kunt komen te zitten in meditatie en hoe je daar weer uitkomt door even een stapje terug te zetten. Het is ook heel belangrijk, en daar zal ik het ook nog zo over hebben, dat je de meditatie op de lange termijn, dat je de levendigheid van meditatie in de gaten houdt. Levendigheid is een belangrijk onderdeel ook van Dhammakaya meditatie, in elke soort van meditatie. Wat onze app noemt Michiwichiwa, levendigheid in meditatie. Maar laten we eerst het hebben over de positieve kant. Hoe we in meditatie kunnen groeien en hoe dat soms best wel gek kan zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld best wel verschillende dingen ervaren in de meditatie. Dit noemen we in onze traditie ook wel de stadia van verzinking of jhana. Jhana is een woord dat heel veel wordt gebruikt in verschillende boeddhistische meditatietradities. En het geeft aan dat onze aandacht een zeker proces van verzinking. Zoals we in het Nederlands wel eens soms zeggen, ik ben in gedachten verzonken. Maar dan ben je eventjes niet meer, hoor je eventjes iets niet of dan heb je eventjes iets niet door, omdat je in gedachten verzonken bent. Het geeft aan dat er een soort diepere vorm van concentratie is. Maar in meditatie is dat natuurlijk juist een aanwezigheid van geest, niet een afwezigheid. Dus wat is dan het jhana? Nou, in de eerste plaats leer je in meditatie het object van de meditatie voor de geest te halen. Dus je denkt, of je bent bewust, of je wordt gewaar van het midden van jezelf, de middenruimte. Dat is het object van meditatie, als je het heel technisch wil zeggen. En dat object blijf je herinneren. Dat is het tweede proces, dat noemen we vichara. Zojuist noemen ze vitaka. Vitaka betekent dat je... We worden vandaag een beetje technisch. Maar het boeddhisme heeft ook een hele technische kant. Het is een soort van wetenschap van de meditatie, zo zou je kunnen zeggen. Vitaka wil zeggen, ik ben hier bewust van. Vichara wil zeggen, ik blijf er bewust van. En dat kan natuurlijk ook zijn dat je daarbij een bepaald... visualisatie gebruikt om het aantrekkelijker voor jezelf te maken. He, zoals we dat net deden met de natuur. Je kunt zelfs een stapje verder gaan en je bijvoorbeeld voorstellen dat de zon door de bomen schijnt en in jou een klein beetje zonneschijn achterlaat in het midden van jezelf. Dan heb je zelfs een hele levendige visualisatie van je midden. Dat heb ik toen net nog niet gedaan. Maar dat kan je ook doen. Of je kunt je ook voorstellen dat er een mantra klinkt vanuit jezelf en dat die mantra door het hele bos weergalmt. Zo kun je daarmee spelen. Het komt altijd op hetzelfde neer, namelijk het midden. Maar hoe kunnen we voor onszelf een beetje zorgen dat het meditatie interessant blijft? Ja. Daarbij kan het zijn dat je soms na een verloop van tijd heel rustig en kalm wordt. En dat wat je ervaart, dat noemen we piti. Piti kan zich op verschillende manieren tonen. Het kan zijn dat je ineens het gevoel hebt... Het gaat vaak samen met vreemde ervaringen. Bijvoorbeeld dat je lichaam deels verdwijnt. Of dat je lichaam helemaal verdwijnt. Mensen ervaren dat ook regelmatig bij onze avonden. Niet dat je lichaam verdwijnt omdat je... Omdat je benen helemaal aan het slapen zijn of zo. Dat kan natuurlijk ook. Of soms zeggen we wel eens, grappend onder ons monniken, zeggen we wel eens, vandaag waren alle deelnemers helemaal verdwenen. Dat wil dus zeggen dat je meditatie niet zo goed hebt begeleid. En iedereen was opgestaan.
Nee, maar goed, dat is het dus niet. Het betekent dus dat mensen juist, dat je juist in de meditatie je heel op je gemak voelt. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je opstijgt of naar beneden valt, dat kan allemaal. Het kan ook zijn dat bij jou dat niet voorkomt. Maar wat wel heel vaak voorkomt, is dat op een gegeven moment dan ga je bijvoorbeeld ervaring hebben dat je bijvoorbeeld traant of kippenvel hebt. En dan is er een gevoel van welzijn in lichaam en geest. Open en ruim. Dat noemen we sukha. Sukha betekent simpelweg geluk of welzijn. Welbevinden. En dan heb je de laatste factor of de laatste onderdeel van jhana en dat is ekakata. En ekakata wil zeggen eenheid van geest. Nou, die dingen, dat is een beetje technisch verhaal, maar om een lang verhaal kort te maken. Het kan soms zijn dat je dingen ervaart in de meditatie die een beetje vreemd zijn. Maar het is wel goed. Het is onderdeel van het verhaal. We moeten daar ons niet te veel door laten afleiden. Dan komen we weer terug op het verhaal van de Bangkok naar Chiang Mai tour. We moeten ons niet te veel laten afleiden door de koetjes en kalfjes en boompjes en kinderen en wat er allemaal is onderweg. Want uiteindelijk gaat het erom dat we tot ekakata komen. Dat wil zeggen eenheid van geest, dat we tot rust komen en geluk. Die stadia kun je ook op een andere manier aangeven. En ik geloof dat Andy hier ook nog gisteren wat over heeft verteld. Dit heb ik ook helemaal in het begin weer verteld. Maar een goede spreker die eindigt altijd waar hij begint. Zo dus doe ik dat in deze serie van avonden ook. Want helaas is het vandaag alweer de laatste avond van deze serie. Hierna zal ik nog een avond doen waarbij we vragen stellen hierover en discussiëren. En dan begin ik weer opnieuw. Bij de eerste avond. Dus als je dat beu bent, dan kun je eerder uitloggen of eerder naar huis gaan. Of je kunt ook naar de zondag komen, dan doen we een lezing over het boeddhisme. Maar ik denk dat het altijd wel de moeite waard blijft, omdat het gaat over meditatie en meditatie is toch zo belangrijk. En er zijn altijd weer nieuwe invalshoeken. Diepgang in meditatie gaat op verschillende manieren. Dus ofwel visualiseer je iets, wat we bijvoorbeeld doen doordat je een klein lichtje visualiseert in jezelf. Of wat Andy vaak doet is een sfeer. Hè. Nou, dat is een gebruik van een beeld. En na een tijdje, dan ga je dat inbeelden. In het begin, laat ik het zo zeggen, je gaat het in het begin inbeelden en na een tijdje verschijnt het beeld vanzelf. Omdat je dus zo vertrouwd raakt met het beeld, krijg je op een gegeven moment dat het als het ware op een onbewust niveau, op een onbewust deel van je bewustzijn of een deel van je geest neemt dat dan over en je beeld begint vanzelf te verschijnen. Ja? Oh, dat heb je al meegemaakt? Ja. Oké. Dat kan een beeld zijn wat lijkt op het beeld dat je hebt voorgesteld. Kan ook een ander beeld zijn. Het kan ook gebeuren dat je niks helemaal hebt voorgesteld, maar dat het beeld toch verschijnt. Dat je als het ware van hier gaat, geen gebruik van het beeld, tot hier. Het beeld verschijnt vanzelf. Daar moet eigenlijk ook nog een streepje tussen zitten. Maar ja, dit is PowerPoint. Je kunt niet alles met PowerPoint. Dus... als je van geen gebruik van een beeld gaat naar een beeld verschijnt vanzelf, dat kan ook. Kan het zijn dat je ineens iets ziet glanzen of glitteren in het midden van jezelf. En dan denk je, hé, waar komt dat ineens vandaan? Maar dat is dan niet iets wat je met je ogen ziet. Maar dat is iets wat je met je geest dus ook ziet. En soms kan dat na verloop van tijd dus... Ja, wil je iets vragen? Ja, ik heb dat regelmatig, Loempie, dat ik het voor me zie. Dan maak ik er meestal een schilderij van. Oké. Ja, dat is een belangrijke opmerking. Als je het voor je ziet, dan kan ook door de meditatie komen, inderdaad. Maar dan is het altijd belangrijk om daar niet te veel van aan te trekken. Het is altijd belangrijk wat er in het midden gebeurt. Dus als er iets voor je gebeurt, dan zegt onze abt altijd, nodig het dan uit in het midden. He, dus breng het naar het midden, of als het niet naar het midden wilt, dan laat je het gewoon. En dan komt het vanzelf wel weer op een gegeven moment in het midden.
Dan kun je natuurlijk wel een schilderij van maken, of wat je zegt, dat is een interessante manier ook. Maar het is uiteindelijk wel de bedoeling dat je in het midden weer komt. En wat ik zeg, hoe meer je afgeleid bent door die dingen, dan hoe meer je dus niet meer naar die EKKTA gaat. Maar uiteindelijk kom je dus op een punt, welke methode je ook kiest, of je visualiseert of niet visualiseert, mantra gebruikt of geen mantra gebruikt. Aandacht gaat naar het middelpunt. En dat is een gevoel van vallen. Dus je valt als het ware zo naar beneden. En het voelt alsof je heel ver valt. Maar het is eigenlijk maar een klein stukje. Namelijk je bewustzijn gaat van één punt naar het andere punt in je lichaam. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar om een lang verhaal kort te maken. Dat is een stadium waar je dus komt op een gegeven moment. Na verloop van tijd. En in het begin schrik je daarvan. Of dan ben je in ieder geval of heel enthousiast erover. Denk je, oh, wat gebeurt er nu? Of je schrikt ervan. Sommige mensen schrikken ervan. Andere mensen zijn er juist heel enthousiast over. Nou, en dan is het dus een kwestie. Een kunst is dan om het te leren te laten gebeuren zonder er enthousiast over te worden. Nou, dit is een verhaal dat voor de ene persoon heel snel gebeurt. Allemaal die stadia. De andere persoon duurt het een hele leven lang. Dat komt omdat we allemaal dezelfde berg beklimmen, maar van verschillende zijden. Dus de een die zit misschien aan de zijde waar heel veel rotsen zijn waar je op moet klauteren, voordat je in de top bent. En de andere zit aan de andere zijde waar een mooi paadje ligt en waar je heel makkelijk boven komt. Maar je komt uiteindelijk op dezelfde berg. Okay? We moeten niet gaan met elkaar gaan vergelijken of denken dat je er niet bent of zo. En het allerbelangrijkste is dus in het hele proces is dat we rustiger, kalmer, meer tot heelheid komen in meditatie. Dat is het belangrijkste. Het is niet zo dat we op zoek zijn naar een soort van kermis in onszelf. En uiteindelijk kom je dus bij meerdere stadia in jezelf, maar daar wil ik nu niet te veel over in gaan vertellen, want dan wordt het een beetje een fantasiewereld allemaal. Dus het gaat er uiteindelijk om dus dat je dit, wat ik even wil duidelijk maken, dat je dus visualisatie hebt, maar ook het bewustzijn van het midden, kan dus ook zonder visualisatie. En uiteindelijk kom je dus op hetzelfde punt uit. Soms wordt het ook wel vergeleken door sommige leraren met dat je op een boot naar de overkant gaat, het gebruik van een beeld, dus een hulpmiddel, of zonder boot zwemt naar de overkant. Je komt allebei de gevallen, in allebei de gevallen kom je aan de overkant. En dan kom je dus in meerdere stadia, en dit hele proces noemt onze abt in Thailand, die noemt dat de eerste stilstand. En de eerste stilstand wil zeggen dat je dus als het ware dat is het allermoeilijkste, zegt hij in meditatie, de eerste stilstand. Want dan moet je als het ware leren van binnen tot stilstand te komen. Dus waar we eigenlijk allemaal nu mee bezig zijn, is de eerste stilstand. En daarna is de volgende stilstand is makkelijker, zegt hij. Maar als je wil weten wat hij daarmee bedoelt, dan moet je het hem zelf maar gaan vragen. Want wat dat betreft, mijn expertise en bevoegdheid om verder te onderwijzen dan wat ik nu vertel, heb ik niet. en dan heb je dus de diepgang van meditatie. Je kunt dus ook kijken op een andere manier naar meditatie kijken, die iets meer psychologischer is. Je kunt ook gewoon kijken, zonder dat je nou naar dat hele grafiekje of dat ding wat ik net liet zien, hoe noem je dat? Dat diagram, bedankt. Kun je ook even vergeten en gewoon kijken van, de eerste plaats, word ik er gelukkig van de meditatie? Word ik gelukkiger? Of word ik alleen maar meer gestrest? Nou, als je meer gestrest wordt, dan doe je het waarschijnlijk niet goed. Dus dat is een soort van toets, manier om te toetsen. Toetssteen, zoals we dat in Nederlands noemen. Zuiverheid wil niet zeggen dat je meditatiemat goed gewassen is of zo. Dat wil zeggen, zuiverheid wil zeggen dat je onbevangen bent. Onbevangenheid. Ik geef toe, voor het zuiverheid is in boeddhisme meestal een technische term.
Dus onbevangenheid, niet verwachtingen hebben. Dus als je het gevoel hebt, ik ben heel erg op zoek naar een ervaring, dan ben je eigenlijk weer terug naar af. Sommige meditatieleraren zeggen zelfs dat het beter is om een beetje onrustig of een beetje slaperig te zijn in meditatie. Dat, ja, zeg maar de beginfase is, waarin je dus nog een beetje met jezelf worstelt. Dan dat je een hele mooie ervaring hebt gehad en je zit daaraan vast. Want dan is het heel lastig om te ontspannen en daar vanaf te komen van die gehechtheid. Dus in feite is dat altijd een goede meetlat. Ben ik onbevangen in de meditatie? Ik heb altijd het verhaal verteld uit de Taoïstische traditie van de kalebassen. Dus maak het altijd levendig en vergeet niet de onbevangenheid. Roerloosheid, nou, je voelt je minder gedachten hebben. En als je dus iets visualiseert, dan wordt dat op een gegeven moment levendiger, helderder en stralender. Dus dat is wat meer wordt. Maar levendigheid hier is weer een ander woord dan wat ik net bedoelde met levendigheid in je meditatieroutine. Dit is levendigheid van het beeld dat je visualiseert. Als je niks visualiseert, dan kun je dit vergeten, die laatste drie. Dan is het gewoon, mediteer ik wel goed? Zit ik wel lekker in mijn vel? Heb ik niet te veel verwachtingen? En merk ik dat ik rustiger word? Nou, dat zijn eigenlijk de drie meetlatten. En ze zijn hier een beetje ingewikkeld geformuleerd, maar dat komt omdat het uit het Thais letterlijk is vertaald. Maar dat is dus in feite wat je altijd in het oog moet houden. Nu, nog even over die levendigheid, want dit is de laatste avond in deze serie. Die levendigheid is altijd iets wat je in de gaten moet houden. Dus als je een routine eenmaal hebt opgebouwd, dan is de volgende uitdaging om het levendig te houden. Dus kijk nu en dan even of je een net wat andere invalshoek kunt vinden. Kijk nu en dan even of je net op een ander tijdstip. Maak het niet te routineachtig. Okay? Maak er niet te veel een soldatendiscipline van. Het gaat erom dat je het blijft leuk vinden. En dat wil niet zeggen dat je het meteen moet opgeven als je het niet meer leuk vindt. Maar meer dat meditatie altijd een beetje een kunst blijft, niet een wetenschap. En dat je het een beetje mee moet experimenteren, net als een kind experimenteert met kleurpotloden of zo. En net zoals kleurpotloden kun je er nooit te veel forceren. Okay, nou, dat was ik als kind nooit zo goed in. Ik kleurde altijd veel te hard en dan ging de kleurpotlood kapot. Maar uiteindelijk heb ik het geleerd. En dat is wat je in meditatie leert. Goed, ik heb iedereen nog op mute staan. Of is dat, ben ik dat niet? Ja, dus zijn iemand nog vragen over op dit moment? Dan doe ik even de opname uit.